Welkom iedereen, we nu aflevering van Tales of Berseria. Vandaag maken we de Halloween stuk af en is vanaf nu af aan Nando helemaal blind. Oké, ik kijk niet meer. Ik kijk niet meer Wat er gebeurt. Helemaal goed met je. Nu ben ik echt blind. Ik kan niks missen. Ik zie alleen maar zwart. Is dat Goed genoeg? Helemaal goed. En vandaag krijgen we ook onze derde partymember. Magilu. Nee, Magilu duurt echt nog wel even voordat zij een partymember is. Ik dacht dat je gewoon aan het faken was van, ja, komt pas aan het einde. En tadaa, ze komt toch wel als derde member. Nope. Het is die boy die we half hebben verblind. Nee, het is geen Oscar. Het is de cleavage van Velvet. Dat is de derde partymember. Ja, er komt zo'n klauw uit. Woesh. Hallo daar. I'm the third party member. I'm known as Velvet von Cleavage. Nee, Cleavage von Velvet. Cleavage von Velvet. Ja. Oké. Okay. Het is de ring. De ring is de derde party member. Ja, komt Sauron eraan. Het is de ring, jongen. Ja, nog even. Nee. Wacht. We moeten even logisch nadenken. Ring. Lord of the Rings. Wie zocht er naar de ring? Ik weet even niet zijn naam, maar die ene dwerg. Frodo. Oh, Bilbo? Oh, nee. Nee, die niet meer uitzag. Die is fucking lelijk. Gollum. Gollum is de derde party member. Mystery solved. They were nothing. Nee. Oké, maar de party member is wel een man. De party member is een jongen. Het is Lafayette, zijn geest. Nou, wraak nemen. Nou, wil je het eerste weten? Nee! Je zit aardig in de buurt. Nee! Godverdomme. Je zit heel aardig in de buurt. Nee. Wat is dit nou weer? Game design. Echt game design. Uit het raam gegooid. Godverdomme. Nee. Nou, het zal wel niet die chick zijn dus. Nee, het is geen Theresa. Oké, zij is party member nummer 4. Oh nee, party nummer 4 is waarschijnlijk de moeilijkste keuze wie jij leukst gaat vinden. Rokuro of party nummer 4? Nou, dat is die andere uncle guy. Dan is Theresa nummer 5. Magilu is nummer 5. Oh ja, dat zijn er maar 6. Dus Theresa is nummer 6. Nee. I was right. It's a trap. Nummer 6 weet je al wie het is. De enige verrassingen nog zijn nummer 3 en nummer 4. Shit. Jongen, die chick die zichzelf heeft opgeofferd wordt party member nummer 7. Sarah is dood en blijft ook dood. Ah. Oh. Oh, het is deze guy. Het is die guy. Ja, die guy die op hem lijkt. Ja, Malak nummer 1. Mijn fucking god, waarom? Heet hij ook daadwerkelijk Malak nummer 1? Zometeen. Ja. In onze party ook. Nee. Oké, ik wil wel zeggen. Theresa noemt ze Malak nummer 1 en Malak nummer 2. Zwak. Oh, ik heb nu al de hele tijd eieren zitten broeden. Ik heb gewoon geen zin meer. Ja, ik vind het niet echt saai worden. Ik vind het nog leuker om dit te kijken dan dat ik eieren aan het broeden ben. Hoe dan? Oh, dus dan is het echt omgekeerd van Symphonia. Daar was je echt meer eieren aan het broeden. Ja, ik weet niet hoe ik het voor me kan. Wacht, ik heb de DLC pack van Smash gekocht. Wat? De Fighter Smash? Ja, ik kan Sephiroth spelen. Yay. Ik ga even een potje Sephiroth spelen. Ja, yeah, sure.
Dat moet wel kunnen tegenwoordig. Terwijl je al die guards in op elkaar aan het mappen bent. Ja. Pyrogenic Ring. De belangrijkste dingen. Normale tech zie je wel, maar als dingen casten. Gewoon kijken wat de radius is. Is de lijn uit de lijn blijven? Is de cirkel? Wees gewoon uit de cirkel. Pretty obvious. Ja, het is pretty obvious. Maar als er, wij spreken, 4 of 5 casters zijn. Ja, dan is het gewoon heel moeilijk om al die dingen te ontwijken. Dan is het hopen dat het lukt. En anders your kind fuck. Maar ja, je weet, een van de main gimmicks in deze game is dat je gestund kan worden. Nou ja, en dat is echt heel kut. Ja, nou, stunnen, paar lines op je van casters. Succes! En je kan ook niet weglopen, omdat je gestund bent. Nee. Uh-oh. Er zit ook een gigantische... Die gigantische cirkel waar je in zit, is dat ook een magic spell casting? Ja. En ik loop er altijd direct in, want ja, Velvet heeft niet echt ranged attacks. Nice. Wow, Min joins the battle. Wow, Steve joins the battle. Wow, je kan nagaan hoe vaak jij Smash speelt. Ik heb letterlijk net de game opgestart. En ik heb al zo lang niet meer... Volgens mij de laatste keer dat we hebben gespeeld... Heb ik gespeeld... Sorry, dit is nummer 2, de andere was nummer 1. Oh, oké. Okay. Ik hou de nummering door elkaar. Oh, maakt niet uit. Oh, en ze vragen nog even of je de Mii Fighter kostuum wil kopen. Van zo'n beetje elk fucking nonsense pack. Ja, nee, don't. Please help us, please. Ja, Flamestone, Sulfur en Oil. Wat krijg je dan? Boom boom. Boom boom. Boom boom. Those will explode. Ja. What the fuck? Succes. Wat heb je gedaan? Nou, wij niks. Dial heeft wat gedaan. Boy, wist Hoppakee. Het. Ah, nou, daar gingen ze. Hop, daar gaat nummer 2. En dat was de afleiding. Doei. Wait. Magiloo. Ja. Dan zei ik ook, Magiloo is ook eerlijk niet. Het loopt gewoon een stuk door. It's all on fire. Kut. Alles staat in de hands. Goed gedaan. Ja, vond ik het nou ook. Even een vraag tussendoor. Hebben wij een squad strike gedaan tijdens onze Smash speelsessie? Zou kunnen, ja. Oh ja, ik krijg nu een ding van... Finish a squad strike. Ik heb nooit een squad... Nee, deel! Nee! Wah, wah. Kut, hij is terug. Oh nee, het is een zij natuurlijk, hè. Het is een zij. Nou, nu moet je tegen die drie vechten. Ja. Tips. Kill eerst de Malaks. Want dat zijn voornamelijk... Ja, het zijn de casters, hè. Dus die moet je eerst neerhalen. Lijkt me verstandig. En daarna kan je wel met Teresa. Want Teresa stelt niks voor. De fight tegen die Bad Baron was meer een probleem. Ah, nice. Nou, je moet gewoon in dit terrein ook. Kutsumi Claw. Bam, 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 bam. Ja, daar krijgen we Fear-Nice van. Dus alle damage die we tekenen wordt nu gehalveerd. Nou, en dat is slaaf nummer 2. In een paar slaaf seconden. Nummer 1 hadden we al. Dus nu kunnen we ons gewoon mooi focussen op Teresa. Bitch, you're going down. Ja. En je ziet nu ook, de Consuming Claw kost gewoon HP. Als wij niks doen, dat traint gewoon HP. Dus je moet die move wel doen als je dat als we hem gebruiken, dat kost HP. Maar zit ook een beetje lifesteal in. Dus als we hem gebruiken, krijgen we ook wel levens van ons terug. Oh, dus dat compenseert dan weer. Oké, je kan geen items meer gebruiken, Jordi. Nee, ik heb de item cooldown. Maakt niet uit. Je hebt er al over de helft van de HP heen. Ja, ze stelt niks voor. Op een schaal... Is dit moeilijker dan de eerste boss in Symphonia?
Rip Rokuro. Zeker omdat je één party of twee party members minder hebt. Ja, klopt. Maar de eerste boss battle in Symphonia was meer gefocust op het leren dodgen en al die dingen. Deze spamt al een heleboel magic en verwacht er veel meer van jou. Was je underleveled? Semi. Oké. Dus valt nog wel mee. Ah, je miste. Ja. Oh, shit. Kijk, nu heb je er. Hoppa, hoppa. Nou, dat... 475 damage. Nice. Ja, tikt aan, hè? Kijk, en nu krijg je die AP weer terug. En nu is het bam, klaar. Ja, maar als je op een wijze spreken... Het doet op een human, dan reduce je ook de HP... HP reduction. Dat vertraag je het proces ook. Nice. Do it number two. Commit suicide. Ja, kamikaze. Oh shit. Hoppakee. Tok. Nee, you're not gonna do that. Oh. En daar hebben we Elanor. The cry baby. I wasn't crying. Nice. Hey, maar zij komt ook in onze party, toch? Uiteindelijk, ja. Ah, en nu stelen we die guy. Oh shit. Een order. Oh. Hoppakee. Goed bezig. Hij doet gewoon wat vet. En nu ga jij met ons mee. Ja, en we hebben nu onze daddy party member gekidnapt. Toodles. No, my slave. They stole my slave. Yep. Nou, Heloise is helemaal de tering. Rip. En nu gaan ze achter hun aan. Ja. Artorius? Hey, dat doet me denken aan Artorius van Dark Souls. Moet je nagaan. Mensen, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Laat eens.